dat je terug bent. Het is vandaag dag 3 van de super fit of vet uitdaging. Vandaag woensdag. Vandaag gaan we weer training doen. Je hebt je voeding weer vandaag. Dus kijk ook naar je voedingdagboek en kijk naar je trainingdagboek. Dat is in één boek gemaakt. Vandaag gaan we de borst en de rugspieren trainen. Bouw het langzaam op. Hè. We zitten nog in week 1. We zitten nog in de acclimatiefase. Dus we gaan langzaam ons lichaam laten wennen aan de krachttraining. En ook zal je lichaam langzaam wennen of aan je veranderingen in voeding. Volgens het voedingdagboek en vanaf nu, vanaf je transformatie, ben je alleen maar goede voeding aan het eten. Ook dat heeft een periode nodig om even te wennen. Hè. In het begin is dat misschien even lastig om dat allemaal uit te zoeken. Maar ga dat wel doen. Hè. Heb je dat niet gedaan, lees dan die stukken in het programma door die over voeding gaan. Hou je ook aan de voeding 10. Zeker de eerste week is het belangrijk dat je de gewoontes, die oude gewoontes die je hebt, dat je die gaat veranderen en gaat vervangen door nieuwe gewoontes. En in het begin is dat even wennen. Zeker met je lichaam nu, met de trainingen. Je voelt het nu ook al wel weer. Spierpijn. Je lichaam is niet gewend om dit te doen. Dat is niet erg. Maar ja, in ieder geval houd er rekening mee. Dus verwacht ook. Je weet dat je spierpijn kan krijgen. Nou, dat weet je nu. Misschien heb je het nu al ervaren dat je dat hebt. Maar ga toch door met de oefeningen. En hou het programma gewoon aan. De eerste week is nogmaals de zwaarste week die er is. Daarna wordt het alleen maar makkelijker. Dus hou deze week vol. Hou ook vandaag vol. Hou je aan het programma. En dan zie ik je weer in de volgende video. Zet hem op, hè. Het is jouw transformatie. Hè? Dus jij moet het zelf doen. Ik kan je helpen. Maar deze week is belangrijk. Ga die eerste week doen. Kom hier doorheen. Dan wordt het daarna alleen maar makkelijker. Dus hou vol. Hou je gewoontes vol. Verander je voeding. En doe gewoon de trainingen stap voor stap. Succes. Bij iedere oefening kom je ook het programma tegen. Bescherm je onderrug. Hè? Dus wees heel goed in je techniek. Dus lees ook de kracht en de juiste vormgids onder andere in het programma. En kijk op de video's die ik elke dag heb gemaakt voor je voor het programma per dag. In ieder geval je core, je onderrug te beschermen. Hè? Dus met de oefeningen. Heel belangrijk is dat je ze op de goede techniek doet. Dan kan er niks verkeerd gaan. Nou, ik wil best wat vragen over de oefening voor de rug. Dat is de wide pull of de small pull oefening. Nou, vandaag doen we de wide pull oefening. Die kan je op de sportschool doen. In het apparaat zie je ook in de juiste vormgids. Maar je kan hem ook gewoon doen buiten op een klimrek. Of als je zo'n deurhanger koopt. Kost een paar tientje, 15 euro volgens mij. Dan kan je het ook thuis doen. Alleen in het begin ben je misschien niet sterk genoeg nog om je helemaal op te trekken. Zeker niet 51 keer. Wat ik nu doe is, ik pak een stoel. Hieronder heb ik een stoel staan. Ik weet niet of je het zo kan zien. Ik zal hem even laten zien naar beneden. Er staat een stoel. En wat ik nu ga doen, dat ga ik even laten zien, is dat je die oefening doet. Wide pull. Dat is eigenlijk gewoon je optrekoefening. Nou, normaal doe je hem natuurlijk gewoon hangend. Wat je nu kan doen, dan zet je voeten op de stoel. Het blijft hangen. En je doet de oefening nu. En je ondersteunt hem met je voeten. Doe je sets die ook in je trainingsschema staan. Maar doe het gewoon met je ondersteuning van je voeten. En afhankelijk van je kracht kan je meer of minder ondersteunen. Dus doe de oefening. Als je niet de sportschool gaat, doe het dan op deze manier. Pak een stoel, zet je voeten erop. Buiten pak gewoon een klimrek.
En hou je voeten aan de grond en doe het op die manier. Dus wees creatief. Heb je vragen, stuur me dan een berichtje. Ik kan gewoon een mailtje sturen. Maar ja, wees creatief in oefeningen en vind een oplossing voor, ja, voor wat er moet gebeuren.